Koningsdag! Hallo, het grote knutselfeest! Hallo! Hé, hey, Ella. Ja? Weet je wie ik ben? De koningin. De koningin, dat klopt! Ik ben het statieportret. En op een statieportret staan altijd hele belangrijke mensen, zoals de koningin of de koning. Ja. Zullen we er voor jou ook een maken? Ja. Ja, maar jij bent natuurlijk ook een heel belangrijk persoon. Ja. Even kijken wat we daar vandaag allemaal voor nodig hebben. Gouden spuitbus. Vuilniszakken. Wasco. Ja. Thee. Grijze visloof. Wit papier. En een gouden kroon. En lekker zacht vacht. En dan hebben we nog peurschuim nodig. Ik denk dat we gaan beginnen met de gouden lijst. En die gaan we maken met peurschuim. En dat is schuim wat je kan spuiten. En dan wordt het hard en heel groot. En dan krijg je hele grappige vormen en dat wordt dan de fotolijst. Ja. We gaan beginnen om deze erop op de grond te leggen. We gaan de gouden lijst zo groot spuiten als de poster. Dit is zo grappig. Het lijkt dat dit twee scheetjes slaat. Oh, dat is niet heel koninklijk. Nee. We gaan aan de slag met het peurschuim en het is belangrijk dat we die eerst even heel goed schudden. Ja. Nou, dan draaien we dit gekke tuutje erop. Lijkt wel een beetje slagroom, hè? Zo. Zo. We laten het peurschuim minimaal 2 uur drogen. Oké. Dan denk ik dat het nu tijd is voor het portret. Ja. We gaan als eerste een gat maken in dit vel papier, want daar willen we jouw hoofd doorheen krijgen. Ja. Kijk. Oh, hey. Nou, kunnen we even kijken, is het gat groot genoeg? Ik vind hem eigenlijk nog een beetje te wit. De volgende stap is dan ook om de kleding van het statieportret te gaan maken. En de rest is eigenlijk van het lijfje. Ik vind het moeilijk om dit te maken. Het is wel leuk als we een beetje ook jouw jurk namaken, hè? Want het is natuurlijk een zelfportret. Kan jij vast het nekje inkleuren? Ja. Dan ga ik vast beginnen met de regenboogrok. Lololo. Hoorde ik nou dat jij prinses wil worden als je later groot bent? En wat zou je dan willen doen als je prinses bent? Met de koning trouwen. Ik denk wel dat dat wat lastig wordt. Willem-Alexander is al bezet. Ik kan toch ook met Amalia trouwen? Dat is ook gewoon een heel goed idee. Dan ben je meteen prinses. Hallo, ik ben prinses Ella. Hé, maar ik vind dat jij nog een beetje in een kale omgeving staat. Ja. Is het misschien leuk om een beetje voor een kasteel te staan? Briljant idee. Dat gaan we doen. Dan maken we hier een toren. En daar komt dan ook een raampje in. Het wordt mooier. Ja, wordt het een goed kasteel al? Ja, heel goed. Oké. Kijk. Yes. En dan kunnen we zo de achtergrond helemaal blauw kleuren straks. Zo. Dit zijn de gordijnen. En die gordijnen ga ik kleuren in rood. Alle kleuren, ik ga het er gewoon een beetje mengen met heel veel kleuren. Oh ja. Ik ga nog een klein beetje. Ja, doen we nog even een klein stukje. Zo. Haren ook. Haren mis ik nog. Die kunnen we mooi maken van dat bondje. Doen we een klein beetje lijm zo om het hoofd. Zo, help je even mee aanduwen. Plat. Zo. Het lijkt me bijna niet. Nu is het een echte prinses, hè? De prinses is bijna klaar, maar weet je eigenlijk wel hoe we ons moeten gedragen als we een prinses zijn? Zo zit een prinses natuurlijk altijd heel netjes rechtop. Ja. Ik heb daar een goede tip voor. Als het boek blijft liggen, dan zit je goed rechtop. Zo zit een prinses. Hallo. En dan ondertussen zwaaien alsof het Koningsdag is. Oh, dag landgenoten. Dag landgenoten. Oh, oh! Weet je wat ook heel erg belangrijk is om te kunnen als een echte prinses? Deftig eten. En nou eten ze met Koningsdag altijd oranje tompoesen. En dat is natuurlijk wel een uitdaging om dat netjes als een prinses te kunnen eten. Pinkjes omhoog, hè? Dat is altijd belangrijk. Dat is deftig. Bon appétit.
Wel keurig met de pink omhoog, hè? Dat is heel koninklijk. Oké, daar ga ik hoor. Even proeven. Wat een heerlijke delicatesse. Oh nee, mag natuurlijk niet met volle mond praten. Oh ja, doet dat heel deftig, ja. Oh ja, oh, dat ziet er heel deftig uit. Als ik een prinses zou zijn, zou ik dit elke dag doen. Ik ook. Nou, dan denk ik dat het weer tijd is om door te gaan met de lijst. En moet je zien. Helemaal hard geworden. Hij is helemaal hard geworden. Kijk hoe grappig die is. Goud maken. Goud maken. Oké, gaan we. Mooi. Als die droog is, dan kunnen we hem op de poster plakken. Ondersteboven. Leggen we die hier. Leggen we die erop. En dan plakken we hem met tape vast. Ik wil dat doen. Oké. Zo. Goed aandrukken. Ja, dat hij er niet uit kan vallen. Ik denk dat hij af is, denk je niet? Ik denk het ook. Oh, hij ziet er zo leuk uit. Zullen we hem aan de mensen thuis gaan laten zien? Ja. Oké. Tada! Wat ben jij een mooi statieportret geworden. Ja. Hij is zo mooi geworden. Ja. Hey, ik vond het heel gezellig om te knutselen. Willen jullie nou ook een keertje komen knutselen? Geef je dan op. En wil je nog net zo lekkere prinsessenhapjes eten? Check dan even de website. En dan zien we jullie volgende keer weer. Fijne Koningsdag! Wow, doei! Doei! Dag, landgenoot. Dag. Prettig. Ik vind het moeilijk om zo mama te worden. Ik vond het een prettige waarneming, dank.